Je bent ernaar op zoek, maar je komt het niet vaak tegen. En opeens word je erdoor verrast. Tegen Geldrop ligt zo'n kleine groene parel. Brede straten, hoewel je beter zou kunnen spreken van lanen. Majestueuze platanen, afgewisseld met prachtige berken, gecombineerd met groene gazons. En of het nu komt door het overweldigende groen, de ruimte of doordat je bijna geen auto's aan de weg ziet staan, dat weten we niet. Maar het is zo'n wijk waar je bij binnenkomst, na een hectische werkdag, alle druk voelt wegvloeien. Het Eversveld, de Rietstraat, de Neerlandstraat en de Lammert zijn de straten waar in de jaren 60 Philips voor haar hoge kader woningen liet bouwen. Veel ruimte was in die tijd het devies. Ruimte tussen de woningen, ruimte in de tuinen en ruimte in de huizen. Zo'n woonwijk waar de kinderen gewoon op straat kunnen spelen. Dat was 40 jaar geleden al zo en nu nog steeds. Maar niet alleen de wijk is voor deze regio uitzonderlijk. Ook de directe omgeving. Je loopt in enkele minuten de 300 meter naar het centrum van Geldrop met het gezellige historische horecaplein, de bibliotheek, de winkels en andere voorzieningen. Maar ook de 150 meter naar het even zo historische kasteel zijn zo overbrugd. Genieten van een kopje koffie in de Baronsenhof of dwalen door de parktuinen. Daarnaast zijn er op loopafstand twee basisscholen. De gemeente Geldrop heeft daarnaast een middelbare school, een NS-station en een streekziekenhuis. Maar ook vele sportclubs, waaronder een 9-hols golfbaan en op de grens van Nuenen en Geldrop een 18-hols golfbaan. En dat alles op fietsafstand van het centrum van Eindhoven. Zonder direct het predicaat van groenste en fijnste woonwijk van Zuidoost-Brabant erop te plakken, kunnen we geruststellen dat door de uitzonderlijke kwaliteiten sprake is van een plek die u beslist eens moet bezoeken. De bewoners van de wijk, verenigd in wijkvereniging Het Eversveld, heten u van harte welkom.